wat ik eigenlijk weet, heel veel weet, is van mijn moeder. Ja. Kijk, en dat mijn moeder dus regelmatig dus naar de, als hun uit waren geweest en ze wisten ongeveer hoe laat ze terug konden zijn, dat ze naar de haven liepen. En hoe heette dat schip wat u mee overgestoken is? Ja, ik durf niet te zeggen, maar ik dacht dat het Rotterdam was, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat, laat ik daar, want dat zijn dingen die ik kan zonder op een rol te kijken en aan te blikken aan lozen. Ja, maar die hebben later pas via het Rode Kruis gekregen dat zij in Engeland zat. Die moesten ze allemaal daar. Want hier heb je een film, die is een tijdje geleden, die is een paar aantal jaar geleden op de televisie geweest. Is dat mijn verhaal goed op trouwens, hier aan de rechterkant. Zo, vergeet te verzetten, dat is een mooie ding hoor. Ondernemend staat er ook in. Kijk, dan komen alle mensen om het woord die allemaal in Engeland getrouwd zijn en omgekeerd en die er allemaal wonen en zo. Dat is een heel mooi programma. Dat is een heel mooi programma. Dat hebben wij toen aangevraagd toen we dat gezien hadden. Ja. En er zat Om Henk ook dan op. Er zat Om Henk ook. Want er kwam Prins Bernhard, die kwam daar en die zei, had met die militairen allemaal gesproken en had hij gezegd, staat op. Had hij gezegd van, hebben jullie nog iets nodig? En toen zei ze, ja, voetbalkleren. En zei Bernhard, daar zorg ik voor. En toen heeft Prins Bernhard gezorgd voor de elftal, dat ze voetbalspullen hadden om te voetballen. Ja. En daar staat Om Henk, een broer van mijn vader, die staat daar ook die is op. Als oorlogsvrijwilliger ook daar naartoe gekomen op een gegeven moment. Maar dat wisten ze niet van elkaar. Nee, dat is niet erg. Dat hij ook als oorlogsvrijwilliger maar... bij de marine is gegaan en toen nog een gegeven moment. Is ze overeind dan ook voor ook met de marine laten gaan? Nee. Die is een tijd ondergedoken geweest allemaal. En, op een gegeven moment, schijnbaar, is je dan als oorlogsvrijwilliger, konden ze zich opgeven. En toen was je ook bij de marine. Is je hier zo'n vlucht natuurlijk hier? Ja, die is hier voor een vlucht in feite. En die kwam in Engeland, in Milvershaven. Ja. En die ging dan naar de kapper. En die kapper die zei tegen hem. Ik moet jou als van vond dat prachtige plan wat ik bij Engels sprak. Ja. Dus om heen en om dingen nam je allemaal mee, want we vonden het heel leuk, zo'n klein ventje. Ja, vooral om het westen, hè. Ik heb nog op school gezeten. Ja, nee, ik heb daar niet op school gezeten nu. Daar was wel te klein voor. Ja, nee, want ik ben gewoon hier gewoon naar de lagere school gegaan, op de kleuterschool. Maar had jij het Engels opgepakt dan thuis? Nee, ja. In Engeland. 3,5, 4 jaar was ik ongeveer 10 jaar. Ja, toen waren we ook kwamen, hè. Nou, dan is dat natuurlijk. Ja. Maar ja, nou is dat allemaal heel gewoon en zo, maar. Ja, god. Ik kijk dan de dingen in elkaar, zeg maar. Waar is Milford? Milford, alleen hier. Ja, dat is eigenlijk een bijnaamhouden. Even kijken hoor. Dat is de baan. Kijk, dat zit hier. Oh ja, Milford. Hier ben ik geboren, dus halve voor het west. Ja. En er zijn een Milford. En ja, hier langs die kust hebben we verschillende keren hebben mijn vader en moeder ergens gewoond, maar daar heb ik ook niet alle adressen van. Is dit die hoek waar het klimaat zo goed is? Hier, dat is hier. Oh, dat is hier. Maar dat heb ik wel eens ergens gehoord, dat een stuk in Engeland is, dat het op alle bomen goed. Ja, dat klopt. En hier hebben we dus ook gewoond. Oh, helemaal in Holyhead. Want daar zaten de Engelse, of tenminste de marine zat ook hier. Maar die hun maakten veel, ja, die baai hier schoon, maar ze zaten ook deze hoek helemaal. Ja. Ja. Want in Holyhead, dan bovenin Noordwils, hebben ze ook gewoond. Ja. En dan is bij de burgemeester van Holyhead ingewoond. Ja. En nou wij die Engelsman ontmoet hebben, die mee op die film stond, die hond in Holyhead. Die woont er al, hè? En die dochter van die burgemeester heeft zijn moeder nog heel lang contact mee gehad. Ja. En die leefde nog. Maar ja. Hij is nou 2 weken geleden overleden. 2 weken geleden. Maar ze was in het dementeren. Hij was corporaal machinist. Ja. En nou ben ik aan het... je kunt dus naar een seniors aanvragen, maar dat wist ik niet. Maar dat vertelde die Engelsman. Die heeft voor zijn vader, heeft hij dus ook al die dingen aangevraagd. Hij heeft mij een adres gegeven, dat noemt iemand hier in Nederland ook. Dat is in Kerkrade. Kan de postuum nog medaille en oorlogsinsignes aanvragen. Ja, ik ken net allemaal van de Polen, de Fransen en Germen die staan. Er is een hele hoop die dus... Ik heb ook gezegd van ik ga het proberen. Maar. Wat de marine betreft ken ik ze niet, maar in ieder geval, ze zijn er wel. Ja. Ja, ja, ja. Want die mannen hebben een hele rij zo... Rijen. Kijk, hier daar vroeg ik nou net. Juist. Dit is de telegram uit Nederland. Ja. Uit 1943. In 1943, ja. En dat ging via het Rode Kruis. Dat ging allemaal via het Rode Kruis, ja. Ja.
Ik vind het wel knap dat ze allemaal bewaard. Ja, ze heeft alles bewaard. Ongelooflijk, joh. Tillen gelukstelegram van die militairen toen hij geboren is. Ja, want die heeft je ons al net zitten bekijken. Maar ze wisten al eerder dat hij in Engeland zat dan. Ja, ja, dat wisten ze wel. Want na verloop van tijd kregen ze bericht. Dat is via het Rode Kruis. Via het Rode Kruis hebben ze in de 41, denk ik pas hoor. Zoiets. Want ze wisten begon, die was dezelfde. Ja, ze had natuurlijk ook geen contact met de Alarde, dat was niet. Nee, dat was helemaal niet. Hertog Hendrik was een kruiser. Ja, Hertog Hendrik heeft die, daar is hij in de opleiding geweest en daar heeft hij opgezeten. Ja, als ik dat kanon zie. Ja, klopt. Maar als mijnenveger heeft hij geen opleiding gehad dan? Nou, hij wel in die mijnenvegers altijd gezeten, naar de hand altijd natuurlijk. Maar dat hoefde hij zelf niet te doen, omdat hij machinist was. Nou, ik hij zat meer beneden dan dat hij boven zat, denk ik. Ik heb dat op die uitzending gezien. Trouwens, ik kijk wel eens weer naar die uitzending. Hoor. Ja. Want die man, die eerste in dat rijtje, hè, zie, die man, die ken ik er eigenlijk het beste van. Ja, dat is een beetje drukke man. Hè? Die drukke, ja. Maar toevallig een paar weken geleden, nadat je uitzending is, zetten wij donderdagmorgen de tv aan. Als de titel bracht, een herhaling van de programma. Toen ging het over Texel hier. Toen ging het over. Ja, dat is in Nederland ook wel eens gezien. Ja, dat houdt. Ik heb waarschijnlijk donderdagmorgens wel onder zoveel tijd herhaald of zo. Maar dit is die foto die ook op de televisie is geweest. Ja, is dan op verschillende Nederland. Ik vind toch wel dat mijn verhaal dus diverse keren echt naar voren gehaald is. Ze beginnen er ook mee en beginnen met een keer of twee, drie denk ik zeker wel. Ja, maar er is van 9:30 in de morgen tot 9:30 s'avonds gefilmd. En dat je dan ziet wat er dan eigenlijk gebeurt. Ja, jammer hè. Ja, zo jammer. Hier hebben we de kerk. Oh ja. Maar dit is niet groter dan de trouwer. Ja, nou, dat valt mee hoor. Dat valt mee. Echt. Dat is echt niet zo gek hoor. Ja, dat is kijk, want dat is dan eigenlijk met die kranslegging. Dat was dat ding dat ze dus ook op televisie hebben laten zien. Ja, dit zijn, ik weet weinig van. Dus, maar dit zijn er, die gaan ver de zee op dan die trouwer. Ja. En hier zijn ze in de wijd? Dit heb ik gekregen van die Engelsman met die foto's. Ja, omdat er mensen bij staan die namen heb ik dus allemaal bij mij thuis horen. Dit hoeven ze niet in Engeland. Hè? Nee. Want ik kom uit uit Maastricht, hè, die andere. Die vader die van hem kwam uit Maastricht, ja. Dit is juist waar wij gewoond hebben in Oliet, bij die burgemeester. Heel vaak komt hij in Nederland op een kwart. Dit jaar ook weer, had je al een foto's bij met een mooi pak als ze hebben gemaakt. Kijk, nou, daar gingen ze dus ook dat, deze foto is trouwens in het museum in Breda hangen bij, weet hij? Mol. Mol, ja. Ken je die? Ja. Dat was een leraar van onze zoon en die was heel erg met die bezig van kat. Hè, ja. En toen had onze zoon dan verteld dat opa in Nederland had dit. Oh, dat springt, had hij ook al foto's gevraagd. Ja, dus ja. Die heeft heel veel foto's van ons in het museum. En daar hebben wij meer die namen onder. Is het zo'n geval dat hij op school toen hebben we gebeld. En dan is het zo'n geval dat hij ergens liggen. Want die man is ook al 80. Is hier ook. En toen heeft ze toch met een aantal opgezocht. En toen belde hij een paar dagen later van dan komen ze maar halen. Kom ze maar halen. Ja. Want ik stop toch overal mee. Ja. Ik heb toch in studie zitten kijken naar die draad die zonder die mijnen doortrokken. Dat is een... Ja. Nee. Onder de grond. Nee, op de grond lag. Nee, dat klopt. Nee, dat was niet voor de maar. Nee, want ze gaf wat zij als ze raakte, dan kreeg je de dingen van onder. Ja, als ze pinpakken. Ja, zeker. Dat ging pas. Maar ze trokken die draad onder die mijnen door. Onder die... Maar ze moesten zelfs dat er dichtbij waren. Ja. Maar mijnenvegers zijn extra gewapend voor dit soort dingen. Ja. Dat doe je niet, denk ik. Ja, die visserschepen en die trollertjes nou. Er waren maar omgebouwde vissen. Ja, maar ik dacht dat die mijnenvegers speciaal daarvoor... Tegenwoordig wel, maar tegenwoordig... Dus, ik denk niet dat je die met elkaar kan vergelijken. Maar. Ja, de riemen had ze misschien wel. Die hadden ze wel, maar die hadden ze te weinig ook, joh. Ze waren toen die jaren ook niet op elke rug. Zijn moeder was aan de was bezig in Uithuiden? Ja. Sorry? Zijn was? Ja, aan de was. En toen kwam iemand waarschuwen die zei van... als je Toon nog wil zien, dan moet gauw even aan boord komen om afscheid te nemen. Want dat wist je van tevoren ook niet, dat hij meteen weg moest. Nee, die kreeg heel snel onder, want die moest in het geheim gebeuren, dat mocht niet uitleggen natuurlijk. Je mocht niet uitleggen. Kreeg, zijn die Duitsers mijnen blijven leggen of werd dat minder? Ja.
Ja, wat ik daarvan begrepen heb, dat werd steeds minder. En nadien zijn hun dus, toen dat een beetje over was, toen moesten ze Antwerpen gaan bevrijden. En toen zijn ze rondgevaren, toen zijn ze naar Antwerpen, en toen zijn ze vanuit Herch, zijn ze naar, want daar is hij ook allemaal bij geweest nog, de Schelde, hebben ze schoongemaakt tot aan Antwerpen toe. Maar ja, dan werden ze flink beschoten vanaf de kant. Want die Duitsers lagen aan de ene kant, lagen gewoon constant schieten. Ja, ja. Oh ja, dat was net... Ja, dat was net op last. Dat was net op last. Want wij hebben ook nog heel even in Herts gewoond. Van daaruit zijn we nu in Nederland teruggekomen. Ja, van de kinderwagen. Ach god, dat is niet allemaal geweest. Het verjaardagsverhaal, kinderwagen. De kinderwagen. Toen om me heen, hoe dat in Engeland de Armstrong was, toen waren we net geboren. Ja. En toen had zijn moeder had geld gegeven aan die twee mannen, als jullie dan de kinderwagen gaan bestellen. Dat hebben ze gedaan, die kinderwagen besteld. Want geld wat ze kregen, hebben ze in de kroeg opgemaakt. Toen werd de kinderwagen bezorgd, dus toen moest ik betalen. Dus dat klopt niet, want ik heb geld meegegeven. Nee. En toen kwam de armstrong. Je hebt nog een dag. Schilder afgedronken. Toen moest mijn moeder nog. Ja, dat is het schilder afgedronken. Dat is de kerel. De kleine foto is bijgezet van die kranslegging. Dat vond ik een heel mooi stukje van jullie met z'n tweeën op dat bootje daar zo. Nou, ik had meegemogen, maar wij hadden onze zoon had onze weekvakantie in Spanje aangeboden. En die zaten dan daar op een camping. En precies in die week was het, want wij hoorden dat pas een week van tevoren, denk ik. Dus ze zeiden, ja, sorry dat we laat zijn, maar die crew en zo, dat was allemaal al geregeld. Dus ja, dan is lastig, dan moeten wij vanaf Spanje daar. Ja, dan ga ik niet mee, want dan... Maar dat was er van toch ook die documentaire, hè? Dat jullie dan die IJs-krant in de baai gehoord. Ja, was er mee? Ja, s'avonds. S'avonds? Nou, half en meer, tegen het einde van de middag. Wel in de namiddag, want wij stonden niet met elkaar. Ik ben met de oudste zon is meegegaan naar hem. Die zei, ik vlieg wel van Nederland naar Spanje. Dan ga ik weer in Spa naar Engeland, naar Bristol. En dan moest hij weer auto rijden, want van Bristol is er dan 3 uur rijden. Naar, 3 uur, meer dan 3 uur rijden van Bristol. Dus dan doe ik er wel, want dan rij ik wel weer in Spa dan naartoe. Ja. En dan stonden we steeds met elkaar in contact, dus we kregen de sms'je dan, of die app dan. In Spanje van we gaan een kranslegging op zich. Toen werd ik nog wel emotioneel. Ik denk, god, dat is wel bijzonder, zeg. Ja, dat was, heel mooi. Dat was vrij heftig, hoor. Ja. Ja. Voor mij. Maar dan hebben ze wel een keer of 4 opnieuw moeten doen, hoor. Dat is wel zeg. Oh, dat wil ik niet weten. Ja. Pak de ding op. Nee. Weer aan de kant. Jullie zaten op dat bootje, die camera was ook, wat zat op het bootje? Nee. Er zat een cameraman, die zat op een andere boot. Op een andere boot. Ja, en er zat een cameraman bij ons aan boord. En die ging op een gegeven moment... lag je bovenop de stuurhut en dan ging je dus, of hij lag zomaar plat en zo, weet je wel. En van de andere kant werd ook gefilmd. Maar kijk, wat je dan op een gegeven moment toch ziet, de verhalen die je dus op dat moment vertelt, daar zijn er bij. Dan denk ik bij mezelf, ja, zo is het allemaal precies gegaan. En dan kreeg je ook de mogelijkheid om te vertellen. De andere kant was natuurlijk, en dan pakken ze een stuk bij, dat ik denk, dat vond ik niet zo. Dat vond ik zelf nog niet ongekend. Wat wel jammer was, wat jij zei, ja. Ze hadden op een gegeven moment kwam zijn naast jou zitten. Die ja, dat vond ik, dat vond ik ook zoiets voor ons. Ja, vertel het zelf maar. Nee, zeg, wij zitten zo aan die boot. En op een bepaald moment dus de laptop open, zo'n iPad open. En dan neem ik de stem van koningin Wilhelmina. Het hele verhaal. Dat de oorlog uitgebroken was en de fan. En er werden dus vragen naar mij gesteld van hoe reageerde men in Nederland daarop dat zij dus wegging uit Nederland. Toen heb ik ook gezegd van ja, heel toevallig waren wij met de soldaat van Oranje geweest. Oh ja. En werd het hele verhaal, kwam daar naar voren natuurlijk. Hè? Dus op een bepaald moment toen, ik denk, oh god, dat is waar ook. Zij moest van de regering weg. En toen zei ze zo van... toen zei ze van... hoe was dat ding? En ik zeg, ja, de meningen waren verdeeld. Ja. Ik zeg, maar... op zich vond men het beter dat ze daar zat. En van daaruit kon zij ook best wel regeren, omdat ze dus goede aanvoer had van... wat er in Nederland allemaal gebeurde. Maar ik denk, nou, dat zal ze nog
Er zal er ook nog wel een stukje link komen, maar daar viel het eigenlijk. Maar dat, die uitzending tenminste van met die stem van haar, hè, nou, dat was glas en haar. Geweldig. Nou, wat er in Nederland gebeurde, dat is het volgende verhaal. Maar wij hebben pas een boekje gemaakt over Pater Kersenmakers. Ja. Ja. In het begin van de oorlog moest het Nederlands verzet gewoon rapporteren van wat gebeurt er, wie werkte voor de Duitsers. Wie is betrouwbaar, wie is onbetrouwbaar? Ja. Is er eten, is er dat? De Nederlandse regering daaronder wist helemaal niks. Ja. En dat moesten ze via het verzet te weten komen. Moesten ze via het verzet weer te weten komen, ja. Want dan was het allemaal heel anders. Maar zeker. Ja. Je moet daar wel terugplaatsen in een andere zijde. Allemaal, gewoon berichten over het gewone dagelijkse leven, daar kende jij niet met zijn en over, want dat was veel te gevaarlijk. Dat moest gewoon op de grond. Dat is precies jullie naam, onze oudste. Ja, ze zoon van ons. Ja, net zo zuiver. Dat is uit Engeland gekomen van de BBC. Dat is die DVD. Vanuit een uitzending, hè? Oh! Ja, precies. Die heb ik een directe spier gekregen. Ik heb die uitzending diverse keren gezien. Ja? Want die Engelse kust is natuurlijk fantastisch. Ja, met die krijtrotsen. Ja. En wat er allemaal te zien is, is ongelooflijk. Ja, klopt. Wat schitterend. Als je dat ziet, dan moet je bij je echt geïnteresseerd. En vogels en alles. Maar dit is ook heel interessant. En zeker over die periode daar bij Melkvoort. Kun je hier ook zien hoe dat ze die mijnen ruiken?